Als je op de A28 van Assen naar Groningen rijdt, of andersom, dan zie je bij afslag Tinalo dit beeld staan. Een groot beeld van een haas. Wie het gemaakt heeft, dat weet je dan niet. Maar het is Yvonne Visser. Ze woont in Nijlanden en daar zoeken we haar vandaag op. En het beeld heet, overigens, Sophie de Haas. We lopen nu heen naar je huisje. Ja, ik heb het dus nooit over mijn atelier, maar over mijn huisje. Met een meertje. Nou, een vijvertje. Dan moesten we dit hier ophogen. En dan hebben we het zand daarvan gehaald en hier opgelegd. En dan krijg je er eigenlijk een vijver bij. Die was er nog helemaal niet. Nee, het was net als daar. Net als hier. Te gek. En dit gaat ook allemaal maar zijn gang hier, ja, hè? Ja. De natuur. Ja, het barst hier natuurlijk van de brandnetels en andere planten die er niet bij horen. Maar als het heel dicht bij hun huis staat, gaan mensen dat weghalen. Maar zoals het hier gewoon een stuk natuur vormt, komt het niet, tenminste bij mij komt het niet op, om dit nu ook allemaal weg te gaan halen. Nee. Maar ik zie er wel een relatie in met mijn manier van werken. Van waar streef ik naar? Als mens streef je altijd naar een stukje perfectie. En ergens vraagt dat beeld wat ik aan het maken ben, op een gegeven moment zegt hij van, laat mij nou ook maar zoals ik ben. Hè, zoals die takken daar zo wild zijn. Want zo is het mooi. En dan is het ook altijd heel moeilijk van, wanneer hou ik op met mijn beeld? Wanneer ga ik te veel cultiveren wat dat betreft? Maar vertel eens dat egeltje, dat is een echt egeltje. Ja. Jij kreeg die foto's van iemand. Over internet. En toen hebben ze afgedrukt. Ja, daar moet ik wat mee doen. Maar toen ben ik het gaan maken. Maar dat was achteraf niet nodig, want het was er eigenlijk al. Ja, en wat ik ook altijd fascinerend vind als ik een ouder met een jong zie, hè, een dier dan. Ja, ook wel met mensen natuurlijk, maar speciaal met dieren. Kijk, dit bijvoorbeeld. Dat zo'n volwassen dier, die heeft dan een kleintje. En dat kleintje, dat daar ook al die kenmerken weer in zitten. Ja, wat jonge dieren aan gevoel kunnen overbrengen. Ja, dat roert mij dan wel heel erg aan. Ja. Dus dat komt in mijn werk ook heel vaak weer terug. Ja, jij valt hier. Ik mag hier niet. Ik woon hier. De ark van Yvonne. Of de ark van Noach, door Yvonne. Ja. Ja, eigenlijk zijn dit mijn favoriete dieren. Ik heb heel veel hazen gemaakt en heel veel olifanten en nijlpaarden. Ja. Die giraf is nieuw, maar die had ik nodig om zo... Om dat zo op te bouwen. Ja, goede vorm te krijgen. Hè? En dan die twee kleine muisjes voorop. En ik had dus jaren dat idee van hoe ga ik mijn ark vormgeven... En op een gegeven moment zie ik dus bij de ingang van de boerderij hier. En dat is misschien, herken je het daar, hè? Zo'n jachthout van de boerderij. Ja. Dus dat hout heb ik helemaal gelaten zoals ik het jarenlang voor mijn boerderij heb gehad. Ja. En ben ik op een gegeven moment de dieren helemaal op gaan maken. Geweldig. En het lag al die tijd voor je neus. Ja, het lag jaren voor mijn neus. Soms vragen wel eens mensen, van, hoe lang doe je nou over een beeld? Ja. Maar... Ja, dat kan soms jaren duren. Maar dan is het eigenlijk al bezig gemaakt te worden. En in één keer heb je dan de oplossing. Ja, dus eigenlijk je hele kunstenaarsleven lang duurt het al. Misschien nog wel langer. Zeg, alles ontstaat in je hoofd, maar dan ga je ermee aan de slag. En dat doe je hier, in deze ruimte. Jij noemt het je huisje. Ja, hier kom ik helemaal tot mezelf. Ik heb hier geen telefoon, heb hier geen... En je begint ook met schetsen? Ja. Niet altijd, maar op deze manier ben ik met mijn potlood aan het zoeken. Kijk, hier gaan ze al wat meer dansen. Daar begon het als een realistisch varken. Maar hier gaat het varken echt op de bladzijde spelen en dansen hier zo. Dan zie ik dat echt voor me gebeuren. Ja. En dan heb ik ook altijd muziek aan. En dat kan soms satie zijn, maar ook heel vrolijk salsa. Dit zal meer salsa zijn. Zo.
Ja, dit beeld, dat is eigenlijk een ode aan mijn vader. Want ik voel nog steeds, ik weet niet of jij dat ook een beetje herkent, die hand zo in je nek. Zo, op de fiets, hè? Doe maar meid, je kan het wel. Ja. Zo. Ja. Heeft je vader dit beeld ooit gezien? Nee. Het is misschien juist daarom dat ik het gemaakt heb. Dat je daarom pas beseft van wie was mijn vader echt. En doordat je hem dan ook mist. En dat het dat beeld is wat ik koester, als het ware. Die is op zijn 75e overleden. Dus ik heb het daarna gemaakt. Ja, dan heb je hier weer de oogjes natuurlijk. Ja. Vormt één lijn zo. Dat contact, daar gaat het me dan eigenlijk om. Nou, dit zijn de dansende olifanten. Lopen ze zo af. Ja, ik ga er ook gelijk weer aan zitten. Dat mag hoor, Sophie. Het zijn wel heel enige dansende olifanten. Ik vind ook altijd heel erg belangrijk dat de ogen precies zo kijken zoals ik het graag zie, zeg maar. Hè? En het, ja. Soms krijgt het bij mij iets droevigs hoor, maar voor mij is het heel vertrouwd. En dan, zoals honden soms ook kijken. We hebben wel heel veel van mijn beelden. Peterzuur. Kijk, dan is het helemaal schoon. Dan heb je dus het oxidelaagje eraf. En als je nou de vlam erop zet, dan wordt het donker. Wat is dat voor geluid? Wat hoor ik nou? Dat is Henk, die is in de werkplaats aan het patineren. Brons gaat op een gegeven moment zijn eigen omgevingskleur aannemen. Ja. Hè? Een beetje dat donkere met een groen waardje. Wat is hij nou aan het doen? Een beeld is een driedimensionaal gevormde gedachte eigenlijk. Hè? En dat hoeft alleen maar uit mijn hoofd dan dat beeld te worden. Maar om er dan ook nog brons van te maken, dat zie ik dan als die techniek. En daar heb ik eigenlijk minder belangstelling voor. Neem bijvoorbeeld het patineren, wat Henk dan, mijn man dan gelukkig doet. Ik ken natuurlijk niet al je werk, maar het zijn dieren met emoties. Met menselijke emoties en er is een heel scala aan emoties, maar verdriet? Nee, ik denk, ik heb wel een verlangen naar het aangename, zeg maar. Dat heeft elk mens natuurlijk. Maar als ik aan het werk ben, dan speelt dat wel. Dus het is niet zo dat ik een heel humoristisch of altijd blij mens ben, dat mijn beelden altijd lachen, want dat kan misschien wel zo overkomen. Maar het is meer dat verlangen daarnaar, dat je hoopt toch op het positieve en het aangename. Zomers is het heel warm, maar nu is het net goed voor temperatuur. Dat mag je opzoeken. Ja. Nou, ze ligt hier goed.